Er zijn mensen die zeggen dat mijn filmpjes te lang zijn. En daarom ga ik trager praten en mij beperken tot 2 minuutjes. Ik ga 2 zinnen voorlezen uit dit boek die uitleggen wat mijn focus is in 2018, waar ik voor mijn eigen ontwikkeling en in mijn werk mee wil bezig zijn. There is growing empirical evidence that people's spiritual experience and attitude can promote physical and psychological healing. Ik vertaal. Er is empirische evidentie, het is wetenschappelijk bewezen, dat je spirituele ervaring een bijdrage is tot je gezondheid. En dat klopt. Als je je verbonden voelt met een groter geheel, het universum, de evolutie, de mens, de natuur, als je een zingevende roeping hebt in je leven, dan word je veel immuuner. Dan word je krachtiger, gezonder, fysiek zelfs. En dat kan je dan ook helpen om je uitdagingen in het leven aan te kunnen. En een tweede zin, ik vertaal hem maar meteen, want er is al een minuutje voorbij. Het doel van dit hoofdstuk is hulpverleners aan te moedigen de spirituele ervaringen van hun cliënten te beluisteren en op te vragen, zodanig dat ze die als hulpbron kunnen inzetten. En dat is dus ook een heel belangrijk. De coaches, therapeuten, hulpverleners kunnen in plaats van de focus op diagnoses, interventies, behandelingen en oplossen, de focus plaatsen op de ontwikkeling van die excellente menselijke ervaringen, die spirituele ervaringen die in ieders leven wel aanwezig zijn, maar die we vergeten op te vragen. Want als je die opvraagt, dan creëer je een hulpbron die die mensen ook helpt om hun uitdagingen aan te kunnen. En daarmee wil ik mij in 2018 mee bezighouden. En zo zijn we nog geen 2 minuten verder om dat helder te stellen. Zingeving, de verbinding met het grotere geheel, is ook voor hulpverleners en voor onszelf een enorm krachtige hulpbron.